Welkom bij deze instructievideo van het toezicht en handhaving voor de geo-basisregistraties. Vandaag lichten we het onlangs gepubliceerde kwaliteit- en toezichtkader BACH 2021 toe. Het kwaliteit- en toezichtkader BACH is een zogenaamde beleidsnotitie. Geen onderdeel dus van wet- en regelgeving, maar wel opgesteld door binnenlandse zaken en daarmee niet vrijblijvend. We merken dat deze notitie lang niet altijd gelezen wordt door bronhouders. Maar nog belangrijker, voor 2021 introduceren we een nieuw onderwerp dat vraagt om extra aandacht en mogelijk inspanningen van bronhouders. Vandaar deze video waarin deze toevoeging aan het kader wordt toegelicht. De notitie zelf bestaat uit grofweg twee delen. Allereerst een beschrijving van het normatieve kader en de inrichting van het systeem van kwaliteitsborging. Dus wet en regelgeving, rondom de inhoudelijke afspraken en de manier waarop vanuit kwaliteitsmanagement en toezicht gestuurd wordt op datakwaliteit. Dat deel van het verhaal is stabiel en zal minder snel worden aangepast. Daarnaast bevat de beleidsnotitie een overzicht van kwaliteitsprioriteiten, interventiewaarden en implementatieafspraken. Deze afspraken worden jaarlijks bekeken en kunnen bijgesteld worden voor het jaar erop. Met deze video richten we ons even op de nieuwe kwaliteitsprioriteiten voor 2021. Het gaat om deze acht issues. Een aantal is nog niet vertaald naar concrete acties voor bronhouders, maar we willen eerst zelf nog onderzoeken. Afnemers hebben hiervan weliswaar wel aangegeven dat deze knelpunten belangrijk zijn om op te lossen, maar we hebben nu nog onvoldoende beeld bij de omvang van het probleem en de manier waarop we daarop willen sturen. Dit geldt voor issues 1, 2, 6, 7 en 8. Maar door deze issues wel alvast op te nemen in het overzicht, krijg je als bronhouder meer gevoel bij wat er vanuit kwaliteitszorg de komende tijd op je afkomt. Als we dan kijken naar de knelpunten die overblijven en waar we dus in 2021 wel expliciet aandacht voor vragen, dan zijn dat de eisen rondom de vier dagen en zes maandentermijnen. Met name de zes maandentermijnen vormen over het algemeen een behoorlijke uitdaging voor bronhouders. Meer dan een derde van de gemeenten was in 2019 niet eens in 50% van de gevallen op tijd naar het oplossen van onderzoeken. En alleen 106 gemeenten haalden in 50% van de gevallen de zes termijn voor de verwerking van definitieve geometrie. In het laatste geval leidt dat gelukkig niet tot bijvoorbeeld grote uitval op objectniveau met de BGT. Zo blijkt uit de stelselmetingen die ICTU jaarlijks in samenwerking met het CBS uitvoert. Oftewel, het duurt over het algemeen te lang voordat de definitieve geometrie belandt in de BAG, maar de nauwkeurigheid is goed en de bagpanden komen in verre de meeste gevallen ook voor in de BGT. Het laatste is natuurlijk positief en daarom benoemen we dit ook graag, maar ook actualiteit is uiteraard een belangrijk thema voor afnemers. Vandaar dat die als prioriteit is opgenomen. Hoe dan ook, bronhouders worden geacht met voorrang aan deze onderwerpen te werken. Wel met de uitdrukkelijke kanttekening dat ook gewoon aan de andere kwaliteitseisen uit de catalogus moet worden voldaan. En uiteraard mag je als bronhouder ook alvast aan andere kwaliteitsthema's werken als je daarmee intern voordelen behaalt. Maar het punt is dat we met deze beleidsnotitie een duidelijke en landelijk verplichte kwaliteitsbasis neerzetten die aansluit bij de gebruikersbehoeften. Hoe bepalen we nu eigenlijk deze kwaliteitsonderwerpen en wat gebeurt er als je daar als bonhouder niks mee doet? Vanaf 2021 werken we met een aangepaste kwaliteitscyclus. Elk jaar verzamelen we, richting het laatste deel van het jaar, kwaliteitsknelpunten waar gebruikers last van hebben. De knelpunten die we het belangrijkst vinden, nemen we op in het kwaliteitskader van het nieuwe jaar. Vervolgens wordt, in die van toepassing, de NCL-vragenlijst daarom aangepast en een nieuwe indicator ontwikkeld voor het kwaliteitsdashboard. Om dit te verduidelijken, hier even een voorbeeld. Een norm in de catalogus is bijvoorbeeld dat panden waarvan de bouw of verbouwing gereed is gemeld, binnen 6 maanden voorzien worden van de definitieve geometrie. Vervolgens hebben we een ondergrens afgesproken van 98%. Dus per 100 gevallen mag je alleen in 2 gevallen die 6 maanden termijn overschrijden. Op het moment dat het weer tijd is om de NCA-vragenlijst in te vullen, wordt gevraagd in hoeverre die ondergrens ook daadwerkelijk wordt behaald. Mocht het zo zijn dat uit de NCA zelf-evaluatie blijkt dat er zorgen bestaan, bijvoorbeeld omdat er een onvoldoende op de vragenlijst is gescoord en sprake is van een kritisch beeld in het kwaliteitsdashboard, dan kan het zijn dat vanuit het kwaliteitsmanagementbag van kadaster contact opgenomen wordt met de betreffende bronhouder. Dat gaat op een collegiale en constructieve manier. Mocht er uiteindelijk geen verbetering worden getoond, dan zal de toezichthouder op meer dwingende toon manen tot verbetering. Hiermee heb ik geprobeerd een beeld te schetsen van de manier waarop centraal kwaliteitsprioriteiten worden gesteld en hoe we daarop toezien. Dit verhaal betekent zoals al eerder aangegeven nadrukkelijk niet dat de overige kwaliteitseisen uit de catalogus niet meer belangrijk zijn. Eventuele excessen, bijvoorbeeld 500 postcode's die verkeerd zijn geregistreerd, om maar even iets te noemen, worden ook in kaart gebracht door kwaliteitsmanagement en onder de aandacht gebracht van de betreffende bronhouder. Dat is echt een maatwerk gericht op de individuele bronhouder en betreft alleen Grotere en structurele problemen waar afnemers last van hebben in de keten. Er het dus niet gemicromanaged op zeg maar drie pandjes met de verkeerde geometrie. En zeker niet als we het idee hebben dat het proces erachter gewoon op orde is bij de bronhouder. Tot zover deze instructievideo over de nieuwe kwaliteitsprioriteiten in het kwaliteit- en toezichtkaderbach 2021. Mocht hier nog vragen of opmerkingen over zijn, mail of bel of surf naar www.geobasisregistraties.nl Bedankt voor het kijken!